Gerkel Pastoor, hoe is het met je? Gaat de goede kant weer op, ja. Want je moest van ver komen, hè? Ja, best wel ver, ja. Anderhalf jaar verder zijn we nu en gaat af en toe ook wel heel goed. Alleen het herstel duurt nog wat langer dan ervoor en dat is eigenlijk het enige minpunt nog. Maar je begint wel aardig terug te komen volgens mij. Ja, er komen af en toe wel weer leuke resultaten en de waardes die komen weer aardig op niveau. Maar ik ben er nog niet. Ben je nog niet op het niveau wat je 2 jaar geleden hier had? Ik heb al wel wat waardes gehaald die ik 2 jaar geleden heb gereden. Maar of ik vandaag, ook na wielerweekend Rode, of ik dat vandaag die waardes ga trappen, dat is nog een klein gokje. Of dat ik helemaal ben hersteld eigenlijk. Maar we hopen op het beste en daar gaan we ook voor. Ja, want kan je ons nog een keer vertellen, hoe ging het 2 jaar geleden hier? Eigenlijk zonder verwachtingen naar de topcompetitietijdrit. En eindigen op de hot seat en op het laatste moment van het podium worden getikt door je eigen teamgenoten. Zou zoiets nu weer kunnen, dat jij zo'n korte uitslag neerzet? Zeg nooit. Deelnemersveld is natuurlijk goed. Als ik net van het podium word getikt door mijn eigen teamgenoten, zou ik dat niet erg vinden. En dat betekent ook dat ik zelf een goede tijdrit rijd. Dus daar teken ik sowieso voor.